6 uur. 6 uur zo gaan we schelpen zoeken met z'n tweeën. Dat is echt, brengt ons ook wat dichter bij elkaar. In het hotel hebben we een afspraak gepland met de twee nieuwe gezichten in de selectie. Links de 24-jarige Duitse verdediger Nico Neidhardt en Michael de Leeuw, de 32-jarige aanvaller van onder andere Veendam en FC Groningen. En zeer recent het Amerikaanse Chicago Fire. Mir gefällt sehr gut. Das ist ein großer Unterschied zwischen Deutschland und dem holländischen Fußball. Aber mir macht es eine Menge Spaß. Ich lerne jeden Tag dazu und hoffe, dass ich der Mannschaft helfen kann. Ja, du schläfst mit Michael. Wie ist das? Ja, sehr gut. Ich habe immer einen, der an meiner Seite steht, der mir Ratschläge geben kann oder mir sagen kann, wann der nächste Termin ist, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe. Und das ist schon sehr, sehr gut. Ja. Wie ist er? Ruhig oder nicht? Oh, er ist ein lustiger Genosse, sage ich mal. Er ist immer gut drauf, hat immer einen Spaß auf Lager und ja, das ist schon gut so. Ist nicht verkehrt, hè? Zeker niet. Heerlijk. En dit geluid dat je nu hoort, ik weet niet of de mensen dit thuis ook... Ja, zeker. Dit hoor je dus, s'nachts hoor je dit ook een beetje. Heel rustgevend, val je lekker van de slaap. Daar slaap je wel, hè? Ja, daar slaap je wel lekker van. Nou, wij staan dan heel vroeg op in de ochtend en dan gaan we schelpen zoeken op het strand. En hoe laat is het vroeg? 6 uur. 6 uur zo gaan we schelpen zoeken met z'n tweeën. Dat is echt, brengt ons ook wat dichter bij elkaar. Die Nico is een goede gozer. Misschien ook wel goed voor hem dat jij juist bij hem zit, toch? Ja, dat weet ik niet. Je kan het gevoel een beetje delen, van nieuwigheid. Ja, dat wel. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb niet echt het gevoel dat ik nieuw ben. Ja, dat klinkt heel raar. Ik heb echt het gevoel dat ik hier al, omdat ik iedereen ook... Ik ken zoveel mensen in de selectie en in de staf en medische staf, dus... Dus het voelt voor mij al heel erg gewoon en normaal. Ik probeer hem wel bepaalde dingen mee te geven. Ook hoe wij in Nederland over bepaalde dingen denken. Of wat wel en wat niet kan. En dat soort dingen, daar hebben we het wel over, ja. Ik heb in de Jugend beim VfL Osnabrück gespielt, in de höchste Stufe dort. Ben dan in mijn eerste Herrenjahr zu Schalke 04 in die U23 gewechselt. Von dort aus bin ich dann zu Lotte gewechselt, habe im ersten Jahr dort in der Regionalliga gespielt. Im ersten Jahr sind wir sogar aufgestiegen und habe dann ja, 2 weitere Jahre in der dritten Liga gespielt und ja, jetzt bin ich in Emmen. Ja, von dritten Liga nach Eredivisie. Ja, ist sehr schön, hört sich hoch an. Ich denke, das wird mir gut liegen und ich hoffe, dass ich der Mannschaft damit dann zeigen kann, dass ein deutscher Spieler in der Eredivisie auch standhaft sein kann. Ich habe noch gedacht, Michael de Leeuw, warum? Ga je niet gewoon nog ordinair cashen? Ik bedoel, ja, je bent een jaar of 32. Wat heb je nog te bewijzen? Nou ja, je hebt altijd wat te bewijzen. Je wil altijd laten zien wat je kan. Dus ik heb nog van alles te bewijzen. Maar nee, jij doelt waarschijnlijk op dat ik waarschijnlijk ook in Amerika had bij kunnen tekenen. Maar dat zag er ook zo naar uit, vooral in november. Alleen in december begon dat een beetje een andere wending te krijgen. En daar bedoel ik mee dat het... Ik had gewoon een bepaalde tijd dat ik gewoon zeker of duidelijkheid wilde. En dat kreeg ik op dat moment niet. Dus dan moet je zelf ook knopen doorhakken en gewoon weer verder kijken. Dus ik heb er echt veel zin in. Ik heb echt veel zin om met Emmen gewoon dit seizoen te vlammen, te knallen en... ons gewoon het grootste doel gewoon te handhaven. Ik denk dat we het dan fantastisch doen, maar dat is wel het belangrijkste, ja. Mag ik het dan zo zien, dat leg ik misschien niet goed uit hoor, maar dat je de club vooral wil helpen ook? Want zo lijkt het wel. Nou ja, de club wil helpen. Ja, of is er voor jezelf persoonlijk ook heel veel eer te behalen? Ja, zeker. Ik kom weer terug ook van een blessure. Dus ik heb heel veel te laten zien. Ik wil graag laten zien dat ik gewoon nog steeds de oude voetballer ben die ik een aantal jaren geleden was. Of die ik vorig jaar voor mijn blessure was. Dus ik zie het niet zozeer hoe je het net zegt. Maar ik heb gewoon heel veel zin om gewoon lekker weer te voetballen. Maar ja, het belangrijkste is wel dat we erin blijven natuurlijk. Heeft FC Groningen nog gebeld eigenlijk? Nee, Groningen heeft niet gebeld. Wel wat mee gesproken, maar daar hebben we niet concreet mee gesproken. Vind je dat gek? Nee, waarom? Ik denk Groningen heeft een paar goede aankopen gedaan, dus nee. Nächste Woche, PSV. Ja, is een großer Verein. Du sagst PSV. PSV, PSV. Ja, is een großer Verein in Holland. Man kriegt ja viel mit, auch in Deutschland, weil es halt relativ nah ist. Und ja, ich glaube, das ist schon dann das größte Spiel meiner Karriere so. Ich denke, was M heeft laten zien, ist al historisch. Und wir können da alleen maar ein paar extra Hoofdstukken aan toevoegen.
Het laatste woord is vanzelfsprekend voor de trainer. Heeft deze week gebracht wat jij van tevoren gehoopt had? Ja, je maakt een inschatting van hoe dat dan gaat lopen. Nou, en dan gaat het vooral om goed werken, om hard werken met z'n allen op dat veld. Een soort van onderlinge verbondenheid eigenlijk nog meer te creëren dan dat we al hebben. Want ik vind al dat we een sterk saamhorig team hebben. Ja, dat is tot nu toe prima gelukt. Die jongens gaan heel goed met elkaar om. Durf elkaar de waarheid te zeggen als het moet. Zijn bezig om te verbeteren. Want we hebben ook wel gezien waar het aan heeft ontbroken in de eerste seizoenshelft. Dus dat zie ik allemaal gebeuren. Dus daar ben ik, dat gaat de goede kant op. Ja, en dan schijnt de zon, zijn de velden perfect. En dan zie ik ook dat die twee nieuwelingen zich moeiteloos inpassen. En dan denk ik van, ja, de trainer is tevreden. Alleen nu nog die ene verdedigen. Ja, nou, zo kun je het wel zeggen. Dan denk ik dat we klaar zijn voor die tweede seizoenshelft. En daar kijkt iedereen naar uit. En die zoektocht is nog niet heel makkelijk, maar daar zijn we hard mee aan de slag met z'n allen. En wij kunnen als groep en als begeleidende staf alleen maar ook met deze jongens hard werken om te zorgen dat wij op dit niveau blijven. Kan je hier aan wennen? Ja, dit is wel heel prettig als je 's ochtends wakker wordt. Zonnetje op je bol, goede velden, prima hotel. Dus de voorwaarden, complimenten voor de club dat je dit kunt regelen. En die zien ook het belang van een trainingskamp, dus hartstikke goed.